Mijn naam is Winston Adaba. Ik ben 25 jaar jong en ik ben een technisch opgeleide jongeman. Ik ben student van het BTC. Ik studeer engineering, beter gezegd procestechniek. En ik ben in mijn afrondingsfase. Ik heb de LTS en daarna dit succesvol mogen afronden. En nu ben ik HBO opgeleid. Van huis uit ben ik danser, dansdocent. En ik heb heel veel kunnen bereiken, of zeg maar kunnen realiseren in mijn danscarrière. Het begon allemaal thuis bij mij, toen mijn broers Leven in the Mysticals hebben geblazen of hadden geblazen. En men zegt, je omgeving heeft heel veel invloed op je. En dat was bij mij zeker het geval. Want vandaag aan de dag ben ik een danser, een entertainer, een choreograaf en een dansdocent. Het begon in het jaar 2004, toen mijn broers gemeend hadden om een groep jongeren op te zetten, genaamd The New Generation of the Mysticals. En daar begon het voor mij. In het jaar 2004 moesten wij zodanig oefenen, trainen, om op een zeker 4 augustus 2004 deel te nemen aan een battle en om als natuurlijk kampioen uit de bus te komen. Het is ons niet gelukt, maar we hebben wel de 3e plaats behaald. En daar begon die drive voor Winston. En daar zag ik van, nee, ik ben een kampioen. Als ik iets harder mijn best doe, kan ik het halen. En precies dat was onze mindset toen de tijd. Individueel zoals als groepsverband. En vanaf dien zijn we ongeslagen kampioen, totdat we zelfs niet meer deelnemen aan battles. Enkele hoogtepunten in mijn danscarrière zijn namelijk, ik heb als background dancer mogen dansen voor Suriname, zowel internationale artiesten, onder andere Wayne Wonder, Maya, Nathalie LaRose, noem maar op. Verschillende, ze zijn te veel om op te noemen, maar dat was een van mijn hoogste punten geweest. Daarnaast heb ik in het jaar 2014 wat talent mogen winnen, of ik ben kampioen geweest, waar ik de captain was van mijn team. En we hebben het heel goed gedaan. Dat bewijs of dat heeft bewezen dat wij ook talent hebben. Mijn andere grootste droom, of een van mijn andere dromen waren, namelijk als Surinamer, of Surinaamse jonge man, of Surinaamse jonge danser, artiest, een of meer dan miljoenen views te kunnen behalen op de verschillende streamings platforms. En dat is in het jaar 2019 in vervulling gekomen. Where you coming from? Where you going now? And how you make your sun dress glow? En dat vind ik top dat ik toch mijn dromen heb kunnen waarmaken. In mijn danscarrière heb ik ook heel wat kunnen betekenen voor jong en oud op het gebied van dans. Natuurlijk hebben mijn partner en mijn dansbroers of collega's dansen kunnen creëren voor dansers, Suriname zodanig internationaal kunnen vertegenwoordigen, Suriname natuurlijk op de wereldkaart te plaatsen. Sinds het jaar 2016 zijn wij mee bezig om Suriname in Europa zeg maar, te vertegenwoordigen door middel van dansvoorstellingen, door middel van dansopvoeringen. Kort gezegd door middel van art. En dat lukt aardig, want het is ook een van onze dromen geweest als danser om Suriname toch te kunnen vertegenwoordigen op het gebied van art. Ik heb ook dieptepunten gekend in mijn danscarrière. En een van mijn down moments waren toen wij als The New Generation of Mysticals onze allereerste kans hadden gehad om Suriname te kunnen vertegenwoordigen in Nederland. Mocht ik niet deelnemen. Ik kon het niet doen omdat ik slecht had gewerkt. Heb ik toen straf gehad van mijn broer. Dat heeft me echt pijn gedaan. Het heeft me echt pijn gedaan omdat ik op jonge leeftijd een van mijn dromen waar zou kunnen maken. Natuurlijk neem ik mijn dieptepunten of mijn down moments als leermomenten om mezelf sterk te houden. En om
mijn doelen verder te kunnen realiseren. Daarnaast ben ik ook hier vertegenwoordiger. In het jaar 2017 heb ik mij kandidaat gesteld om jeugdparlementariër te worden. En in het jaar 2018 ben ik als de allereerste met de meeste stemmen gekozen tot jeugdparlementariër van Suriname. Hoe is dat allemaal gebeurd? Letterlijk overal waar ik ging, kreeg ik de vraag: Winston, waarom doe je niet mee met het jeugdparlement? En als je dat te vaak te horen krijgt, denk je ergens van wat zien die mensen zo in je dat je zo'n stap moet maken. Ik ben toen gaan bezinnen dat het een roeping is en ik heb mijn antwoord. En kijk, vandaag aan de dag ben ik jeugdvertegenwoordiger. Wil ik de jongeren hun belangen behartigen. Mijn andere hoogtepunt is mijn afvaardiging geweest naar New York tijdens de General Assembly in het jaar 2019. Oktober moest ik een statement maken, regarderen multilaterale inspanningen voor armoedebestrijding, het stimuleren van kwalitatief onderwijs en oplossingsmodellen bedenken tegen klimaatacties. Ik moest Suriname vertegenwoordigen op internationaal niveau, in het bijzonder onze jongeren natuurlijk. En dat is aardig gelukt. En dat was ook een van mijn hoogtepunten geweest tijdens mijn periode als jeugdvertegenwoordiger. Ik ben ook ondernemer en ik ben directeur van Papi Chula Brand en medeoprichter van Dansschool Dero Nero. Mijn tweede onderneming is Papi Chula Trukkiepan. Papi Chula Trukkiepan is een etenszaak waar u terecht bent voor al uw heerlijke barbecue. Ik ben iemand die altijd bezig is geweest. Ik ben altijd innovatief geweest en nog steeds. Daarom geloof ik sterk dat wij jongeren heel veel kunnen betekenen voor ons land Suriname. Ik wil vanuit mijn positie als danser, dansdocent, als jeugdvertegenwoordiger, als een broer, als een jongeman van Suriname aan u meedelen dat als u een droom heeft, ga ervoor. Het is pas onmogelijk als je niet begonnen bent. Winston, I'm out.